Ik ben Marijn, zoon van Karel. Dat hadden jullie wel door. Het thema van vandaag is zelfstudie. Het boek dat Karel en ik heb geschreven, heb ik daar natuurlijk nodig. Ik heb een lijst gemaakt van een stuk of 20 dingen. En die gaan we gewoon langslopen. En daarna heb je als het goed is een beeld van hoe ik met de computer werk qua schaken. En hoe je zelf met de computer zou kunnen werken. En ja. Zeker. Ja, als geheugensteun. Om te beginnen, als schaker is het wel handig om een laptop te hebben of een gewone computer. De laptop van een schaker hoeft ook niet zoveel te kunnen. Dus je hoeft niet een enorme videokaart te hebben of wat dan ook. Dus met een vrij simpele laptop kom je al een heel eind. Het tweede wat je denk ik nodig hebt. Als je een beetje fanatiek met schaken bezig wil zijn, is chessbase. Ja, je hebt een soort interface en het is met name een analyseprogramma. Dus je kan partijen invoeren, die kun je analyseren. Je kan ze ook nog wel opslaan, geloof ik. Ja. Maar chessbase is inderdaad het goed samengevat een databaseprogramma. Dat betekent dat je veel meer met informatie kan spelen. Dus dingen kan nazoeken. Ja, ik denk op wat voor niveau je ook schaakt, dat het zinvol is om één keer in je leven chessbase aan te schaffen. Documenten nodig, et cetera. Schaak heeft niet zo heel veel nodig, maar wel een laptop. Werk systematisch en maak backups. Dat vertel ik met name aan de kinderen met wie ik train. Ik ben zelf fulltime trainer, dus ik geef in Hamburg, waar ik nu een jaar van acht woon, al dagelijks schaaktraining. Dus en meer algemeen is het thema vandaag zelfstudie. Ja. Precies. Dus nog een keertje, je opent chessbase, dan open je een bordje en dan ga je naar het engine menu en dan UCI engine. En dan zoek je hem op waar je hem gedownload, dan is die geïnstalleerd. Dat is wel een handig proefje om te weten. En als het goed is, duikt hij dan in dit lijstje op. Sommige engines die kun je gratis in het internet downloaden en er voor de rest helemaal niks meer mee doet. Moet je toch één ding onthouden, is dat je thuis een database aanlegt van je eigen partij. In je hele houding werkt dat door. Dus dat betekent dat je als je een partijtje invoert, bordje zetten, invoeren, dan ga je hem opslaan. Dan moet je natuurlijk de database eruit kiezen. Dat betekent dat je de achternaam voorletter, dat je het toernooi goed invoert, de datum moet kloppen, ratings kun je even opzoeken, de ronde kun je invullen. En als je op het andere tapje klikt, kun je nog even invoeren je eigen naam, dat je degene die geanalyseerd heeft. Als het allemaal netjes uitziet, dan kun je ook heel snel dingen terugvinden. Als ik op dit filtertje klik en ik wil weten hoe ik tot dusver bij het wijntoernooi in Frankrijk heb gepresteerd door de jaren heen, dan klik ik bij toernooi Nonchac. Nonchac-sur-Mer, dat is een dorpje ten noorden van Bordeaux. En daar heb je een schaakcamping. En ieder zomer ook een wijntoernooi. Daar doe ik ieder jaar mee, samen met Evie, met mijn vrouw. En vaak gaan ook wat vrienden mee. Dan kun je je gewicht in wijn winnen. Dus een gemoedelijk toernooi. Niet het meest serieuze toernooi, maar toch blijft het 900 internationaal toernooi. In de database, dan doe ik maar wat anders. Maar professionals houden in principe vast aan hun eigen ding. Die hebben daar veel tijd in, die hebben er ervaring mee, die hebben er vertrouwen in. En de partij wordt toch niet beslist in de opening. Dus wat ik jullie inderdaad bij deze zal meegeven, vertrouw met name op jezelf. En laat je niet gek maken door het feit dat toevallig misschien een paar partijen van jou in de database staan. Plus, ga je een keer af. Dan kun je over zeggen dat je leert aan de volgende keer. Ja, nee, dus je moet zeker niet. Het is geen kat-en-muisspel dat voorbereiden. Het is gewoon. Soms is het domweg even je geheugen opfrissen. Want je hebt bepaalde kennis, dat is voldoende, maar het is weggezakt. Dus dan kijk je even van, hoe zat het ook weer? Wat deed je ook weer? Dan kijk je even, wat weet ik erover? Dat is vaak dan gelinkt aan je eigen partij. Daarom is een database met je eigen partij. Dat is altijd je basis.
daar zit in principe al je kennis in. Dat is lekkerder als je even kan nakijken hoe je ook weer 6 jaar geleden tegen de draak had gespeeld of in het Italiaanse partij mee had, dan het is altijd uit de lengte of uit de breedte. Als iemand altijd hetzelfde speelt, dan is hij er vaak ook wel heel goed in. Dan heeft hij er heel veel routine in. En in een uurtje voorbereiding kun je vaak niet zo heel goed opboksen tegen iemand die het al jaren speelt. Dus en dan ligt het natuurlijk een beetje aan, is het een heel betrouwbaar systeem dat hij speelt of kun je dat makkelijk aan? Ja goed, als iemand altijd hetzelfde speelt, dan zou ik juist niet die opening, zou ik juist proberen in een andere opening te komen. Of een andere opening. Ja, wel of niet, dat is altijd de vraag. Ga je, hoe goed is iemand erin? Dat is een beetje, dat zijn de vragen die je zelf moet stellen. Maar de vuistregel blijft altijd, laat je niet te veel door dat soort dingen leiden. Dus ga van jezelf uit, ga van je eigen kracht uit. Ja. Maar even aansluiten op de vraag van, kun je jezelf het beste oefenen om één opening heel goed te gaan leren, maar aan de andere kant vind ik het inderdaad van, ik speel zelf inderdaad wel, maar dat is allemaal wat op mijn mini-niveau, maar ik probeer wel wat meerdere openingen te spelen. Siciliaanse, Scandinavisch, Kaukaan, van alles wat eigenlijk. Maar ja, dat heeft wel als gevolg dat je niet heel goed wordt in één opening, maar misschien verbetert het wel een algemene zin je in de schaakkennis. Maar wat is eigenlijk het beste? Ik denk dat het, ja, het antwoord is altijd allebei. Dus je moet sowieso in je schaakleven dingen uitproberen. Dus je moet sowieso fases hebben waarin je bereid bent in die zin wat op te offeren. Dus gewoon dingen, zodra je bang wordt om als je punten verliest, dan beperk je jezelf. Ja. Het is heel goed om dingen uit te proberen, verschillende openingen uit te proberen. Sowieso op jullie niveau, maar ook op mijn niveau, is de opening nooit beslissend. Dus nu we het over computers hebben en chessface, noem ik een paar keer de opening, maar eigenlijk is dat niet zo relevant. Je zit al snel in een middenspel en er kan van alles gebeuren. Je moet altijd tactisch beslissen. Dus daar hebben we het straks al over. Dat kan ook kort noemen, tactiek, dat is veel belangrijker dan openingen. Maar goed, vaak wordt ook de trainers gezegd, opening is niet belangrijk. Doe niks aan openingen, doe alleen spelen, tactiek. Ja, dat is ook weer onzin. Je moet een beetje van alles doen. Een beetje openingen, een beetje eindspel, veel spelen. Ja, dus het is dat is het zwarte ding en houden we er van. De megabase, dus dit ding. Je hebt net, die megabase die komt 1 keer per jaar uit, in december. Ik heb de megabase 2012, die is er net in december uitgekomen. Het mooie ervan is dat het inmiddels een database is met 5 miljoen partijen. Waarvan ook honderdduizenden partijen bekomen. Dus een beetje onhandig, www.chess.co.uk. Maar als je in Google gewoon Twik, dus Twik dat staat voor Week in Chess. Als je Twik en Chess googelt, dan kom je automatisch op die site. Twik, dat is belangrijk.